langste in de voetbalkooi blijft, wint. En vanaf nu mogen we er niet meer uit. Wat? We mogen de voetbalkooi niet meer uit. We hebben net een e-challenge gedaan. Ja, dat weet ik. Gewoon schijten zo. Hier boven mij zie je allemaal ballonnen. En deze ballonnen bevatten allemaal opdrachten. Deze gaan we om de beurt openmaken. En jij moet de opdracht doen die in de ballon zit. Wil je de opdracht niet doen, stap je uit de kooi en ben je dus af. Wil je de opdracht wel doen, dan doe je hem, voer je hem uit en mag je in de kooi blijven. Wie het langst in de kooi blijft, krijgt 100 euro. Ik geef 5 keer 2 vrije tickets weg voor het trampolinepark achter mij, Jumpy Show Eden. Dus laat het weten in de comments hier beneden hoeveel opdrachten jij denkt dat we totaal gaan doen. En als je het goed hebt, dan maak je kans op de tickets. Ik ben vandaag samen met Tim. Lisandro. Jezus. Meest Lucas van Dam. Redwan. Lord. We gaan even kijken wie als eerste de ballon. Oh! Oh. We gaan kijken wie de eerste ballon open moet maken door een potje elfen. Inademen. Oh, wacht, even allemaal stil, dat kunnen we horen. Oh. We gaan een potje ezelen. Degene die een potje ezelen verliest, die moet de eerste ballon kapot maken. En die krijgt ook dus de eerste opdracht. Oh, mijn balzak doet echt heel veel pijn trouwens. Oké, okay, 1, 2, 3, 4. Snel potje ezelen, je moet de muur raken. Als je niet de muur raakt en die weer terugkomt, dan ben je af. Ja, helemaal. Nee, 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 maar hij gaat helemaal zo af. Nee, zit ook een 1. Nee, fout. Tim heeft, wat heb jij nu? Eentje. Oh. Nee, nee. Oh, ben je even pijn. Op mijn neus. Op mijn neus. Ja, doe mij dan, maakt me ook niet meer uit. Ja, ga Tim afmaken. Sjaakje, Sjaakje, kan niet zo meer uit. Nee man, helaas. Eén zet 1. Oh ja, deze is geraakt. Ja! Ja! Ik ben af! En dat betekent dat ik de eerste ballon mag laten ploppen. Hey! Hey joh! Hey joh! Oh! Halve liter aan. Ik zou hem zo pissen. Is echt in het begin van het spel zit heel naar. In één teug, hè? Als ik, als ik dit at, dan ga ik denk dood, want het is ijswater. Weet je wat je moet doen? Gewoon drinken. Mm. Oh, brainfreeze! Oh, jezus. Hey, zullen we die andere flesjes ook alvast uit de koelkast halen? Hij snuit hem ook eerst even in. Zo'n muur die gewoon door je heen gaat. Dat betekent wel dat hij zo meteen waarschijnlijk moet poepen. Moet jij poepen of niet? Nee, maar nog lang niet. Maar je kan wel poepen. Als ik te hard pers wel. Ja. Maar daar krijg je aanbij van. Deze op. En voordat we naar opdracht 2 gaan, is het heel verwachten. Want het is natuurlijk wel wie het langste. Dus er gaat ook tijd overheen. Ik ben als laatste Sjaak geweest, dus ik heb stokjes in mijn handen. En één van deze stokjes is wat korter. En degene die dat stokje heeft, die moet de volgende ballon prikken en de volgende opdracht uitvoeren. Ik heb de grootste kans, ik heb de grootste kans. Die wil ik. Nee, jammer. Yes! Deze is sowieso langer. Oh nee, Redouan heeft. Ja, ja. Redouan heeft de kleinste. Wat? Half kaneel, maar waarom? Het geheim is, want je wil het niet inademen. In plaats van zijn leven. Nee, gewoon speeksel in je mond. Ja, je moet heel veel speeksel hebben. Moet... Het is echt kut hoor. Zo. Hij heeft hem wel geflikt hoor. Motion! Ik dacht echt even dat je over je nek ging. Hij was echt. Weet je wat ik dacht? Hij heeft al zijn adem eruit gehaald. Ja. Dus hij gaat een teug nemen. Ja. En hij nam net die hap. Dus ik denk, als hij nu. Dat was inderdaad de meest slimme keuze om er al je lucht eruit te halen. Nee, dat was slim. Dat was eigenlijk niet slim. Trek maar. Oh, dat is lang! Hey. Jij was echt even bang, hè, Jerik? Ah, dat is het. Oh, want ik moest ook meedoen. Ja, als jij de korte hebt, dan ben je alsnog de Sjaak. Ja. Oh. Vrij! Wat is vrij? Niks. Ja, hoef je niks te doen. Oh, dat is jij bent uit nu. Tim gaat nee. Jij hebt hem afgebroken, ik zie het alweer. Vieze Rick, die is lang. Shit. Ja! Smoothie. What the fuck betekent dat ook, man? Wat is dit? Maar waarom staat het dood op? De smoothie des doods. Ik ga over mijn nek straks lachen. Ja, ze gaan nu in de keuken 3 random dingen pakken. Dat smoothie, en dat moet je even 3 slokken van nemen. Ik wil nu al die emmen. Je kan alles uitzetten. Wat we gaan doen is we doen lekker Hollandse kaas met slagroom en natuurlijk een beetje ketchup. Heb je een soort van tosti idee met slagroom zonder brood en een beetje water. Je moet wel kunnen drinken. Om te beginnen, even een beetje slagroom. Dan gaan we het aftoppen met een beetje ketchup. Oei! Oh, dat is curry. Oei! Oh, dat is echt goor, hè? Ik dacht dus dat het ketchup was met curry. En om het af te maken, een beetje kaas.
goed, je moet het dus wel kunnen drinken. Doe een beetje water erbij. Zo. Oké, dan gaan we. De smoothie des doods. Goor. Oh mijn god, hij gaat echt over zijn nek. Ik zweer niet. Hier moet je ruiken. Nee. En wil je hem alvast zien? Moos en light wordt de. Kijk, de kleur valt mee. Er zit sowieso iets van pinda's in. Ik heb gecheckt voor vlees zit er niet in. Gecheckt voor pinda's zit er ook niet in. Deze emmer gaat vandaag mijn zijde niet verlaten. Moos en light wordt. Oh mijn god. Oh shit, groot slok. Lekker. Nee, 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 nee. Bro. What? Oh. Deze. Er zit curry in. Ja, klopt. Het is curry met slagroom, kaas en water. Oh, oh. Hebben we nog wat? Water. Voor wat nam ik die extra slokken op, man? Ja, jezelf, gast. Helemaal toen op een gegeven moment kwam die curry laag en dan... Hebben jullie een doekje voor mij? Hebben we een doekje? Normaal valt dit wel mee, maar we hebben net echt heel erg veel gegeten voor een andere video. Dus die is een beetje heavy. Daarom vond ik mijn water al heftig. Maar deze man heeft en anderhalf flesje water opgedronken, en kaneel en een smoothie. Redouan heeft even een vrijbrief voor deze ronde en wij gaan even met z'n vieren. Wat wij doen? Steenpapier schaar. Steenpapier schaar. Lars. Hey. Hey. Theedoekspank. Yeah. Die krijg jij, hè? En die mag je niet geven. Ja, dat weet ik. Okay. Maar lekker. Iedereen. Ja, iedereen doet eentje bij. Jezus, iedereen moet gewoon niet pissen in Redouan zijn smoothie. Pissen in Redouan zijn smoothie. Je mag kiezen of iedereen één keer of Boas twee keer. Oh, dan Boas twee keer. Nee, trouwens iedereen één keer. Dit is mijn favoriet altijd. Eén keer raken, hè? Even één keer proberen. Ja, één keer proberen. Iedereen mag één keer proberen. Oh, dat is wel een natte plek op je neus. Oeh, lekker! Hij was ook zeg maar een beetje ertussenin. Nee, ik heb schone billetjes. Lekker man, alsjeblieft. Ja, ik kan het toch niet, dat is echt gelukt. Pap, oei! Ik zweer het, die was op precies dezelfde plek. Jij mag iemand kiezen die ballon moet drinken. Ja, jij wil wel, maar ik kies Tim. Hoofd in ijs. Yes, dat is mijn challenge. Ja, het is wel in de kotsemmer, was het eigenlijk. Oh, lekker ja, met zo'n ijs. Oh, zo, het is echt koud, hè? 30 seconden, je kopje in het water. Ja, dat is goed. Gaan jullie tellen? Ja. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 28, 29, 30. Au, au, au. Hé, maar wel 30 seconden gewoon volledig volgehouden. Vind ik wel knap van je. Zo, prikt, jongen. Tot nu toe is nog niemand door een challenge uit de box gestapt. Redouan, ben je weer capabel om mee te doen? Ja? Emmertje moet nog wel even mee? Zeker niet. Hij is blij, maar misselijk. Degene die als eerste de lat raakt, die mag bepalen. Au. Die moet prikken. Wees maar bepalen. Hey. Ga je zelf? Ja, ik ga zelf. Ik wilde eigenlijk zelf wel kijken of ik een leuke challenge. Ja, heb je nog geen gehad of wel? Ja, jij hebt nog helemaal geen gehad? Jij ook niet. Oh, je had Atje. Theedoekspank. Echt ook een theedoekspank? Mis. Oh, ik heb geluk. Ik heb al. Maar ik heb niet geluk, want ik heb nog geen van die tyfus hard kan. Lars kan het koude hard. En Tim die kan het soms. Oh! Ik val serieus bijna flauw omdat hij mijn stroombordje was. Holy shit! Oh, oh het is bloed, God. Het bloed! Luister, deze hele video gaat echt 6 keer te ver ook. Het waren vervelende challenges die we allemaal wel eens eerder hebben gedaan. Het is gewoon een soort pain game geworden. Nou, Redouan. Oh, miste hem ook nog. Oh! Ja, dat is ook goed. Ja. Ik dacht, ik zet hem nog rustig in. Ik kon dit nooit. Laat je elleboog eens zien. Wow. Ik kan niet eens zien. Ah, het is helemaal paars, kan ik je vertellen. Ja, dat zit ook goed in. Paars. Ik ben echt de ziekste. Ik ben heel trots. Heel trots. Trots, oké. Succes. Ja, rot. Snacken naar keuze. Oh, dat is heb lekker. Jij ergens zin in? Nee, man. Nee, maar je mag kiezen. Nee, ik zit goed, man. Ja, niet dat je. Want ik zou het zo voor jou pakken. Zo ben ik dan ook wel. Dank je wel, man. Dank je wel. Respect voor de mindere niet... onder ons. Oh, nee, 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 nee,
racistisch. Ik bedoel het van omdat jij moest kotsen en smakken. Nee. Ik bedoel omdat je gewoon zo zielig was net. Ah, dat klinkt weer racistisch. Ja, goed, lekker snackje naar keuze. Ja, wat heb je dan? Doe maar lekker even iets gezonds. Banaantje, appeltje. Ja, wat nou? Dat wil ik toch? Nou, staat dit toch echt naar keuze? Twix, deel ik met Tim. Waarom krijgt Tim nou opeens weer de helft? Ah, vind hem lief. Twixie! Ah, lekker, thanks man. Dankjewel, wil je het ook? Of wil je ook? Nee, ik wil niet aan. Opdrachtie of kies je gewoon iemand? Oh, nu opdrachtie. Zet iedereen daar aan de overkant neer. Ik ga blind schieten. En die ik raak moet prikken. Staat iedereen wel aan daar een beetje? Ja, ja, ja. Oh mijn god. Was hij mis? Ja. Ja, hij was mis! Ah, ik hoorde dat hij raak was op hem. Nee, nee. Het scheelde niet veel, maar hij was wel mis. Wat kut! Oh, het is wel soepel de hele tijd. 30 seconden slaap. 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 Wat is dit? Slaaf, spelen, spelen. Slaap. Wat is slaap? Jij moet 30 seconden doen, lang doen, wat wij zeggen. Ja, of niet, maar dan ben je er wel uit. Oh. Hallo, jongens. Wat is dit? Maar kijk. Ga je hem aan of ga je eruit? Ja, maar wat gaan jullie kunnen zeggen? Want kom op. Je kan mij echt zo hard naaien nu, dat is niet eerlijk. De kots zijn maar over je hoofd heen. Hey, we kunnen ook gewoon tegen hem zeggen, stap uit de kooi. Ja, maar dat mag. Ja. Durf je? Om het niet ja, te ik ga het sowieso proberen. Zeg, geef Tim een kusje. Jongens, tijdlijk gaat aan in 3. Tim, wat gaat hij doen? In 3, 2, 1. Lars, kusje op mijn bil. Oké. Kusje op mijn bil. Kijk zo hard mogelijk van de ene kant met je ogen dicht naar de andere kant. Wat? Zo snel mogelijk binnen bij je ogen. 3, 2, 1. Ik wil het zat al van jou zien. Oh nee. Oh! Ja! Oh. Ah, wat hebben we ja, 30! Ah. Ik had verwacht dat je die salto niet zou doen. Oh, mijn voeten doen pijn. Oh. En ik heb jullie kontjes gekust. Ja! Yeah. Helemaal is er ook nog, hè? Maar die zit expres met die emmer toen hij dat zag. Ik maak geen eens grap, ik ging gewoon echt bijna over mijn nek. Je mag of iemand kiezen, of je mag een opdracht verzinnen. Die stem. Oh. Deze. Vliegen met. Oh! Jij vindt het echt niet leuk, hè? Haatstroom. Echt. Au, ik voel het al. Kom dichtbij, hè? Ja. Voel je dat? Oh! Hij sprong echt de lucht. Het duurde even. Ja, goed. Viel het mee of niet? Ja, het brandt een klein beetje. Het valt mee. Maar hey, een vlieg gaat gewoon dood, hè? Ja, jij leeft nog, hè? Hey. Oh, je bent toch sterker dan een vlieg hier. Ja, dat is tof. Oké, jij staat hier. Jij staat hier. Mogen jullie nu maar nu ronddraaien? En dan tot het stopt, hè? Kunnen jullie allemaal even wisselen? Zo, ik val bijna om nog, hè? Wijs maar iemand aan, Tim. Ah! Jij kijk, jij wees mij veel te direct aan. Ik zag het echt niet, ik zweer het je, ik heb niks gezien. Elastiek spank van jullie allemaal. Op de balzak. Nee. Ja? Nee. Oh, daar was ik heel bang voor. Het viel mee. Oh, op dezelfde plek. Kijk, je moet eigenlijk zo. Oh, kijk, het wordt helemaal rood ook. Wat doe jij? Oeh, nee, dat doet wel minder pijn, want het was wel op dezelfde plek. Kom op, Redewan, hij heeft je dit aangedaan. Hij heeft je uitgenodigd. Nee! Nee! Oh, jij hebt mij angst, hè. Oh, hij vindt het bloedt ook gewoon. Niet, joh. Het komt best hard aan, dat elastiekje. Oh, zo, die doet bijna meer. Hij blijft langer hangen dan een theedoekspeek. Pak er gewoon nog één. Ja, ik heb een plaspas. Ik mag plassen wanneer ik wil. What the hell? Oh, dat is echt een boek. Wat is dit nou? Oh, 30 seconden slaaf. Oh, dus weer de 30 seconden slaaf. Alles wat en nu gaan we de volkal. Eerlijk, jij mag hem terugpakken. Jij mag hem 30 seconden lang. Ja, maar nee, ik weet niks. Help even met bedenken dan. We moeten echt iets doen wat hij gewoon niet gaat doen. Waardoor hij gewoon niet uit. Ik zeg iemands voet likken. Gewoon een likje in iemands grote teen. Nee, maar gewoon alle drie zo met ons. Ja, yes, laat ja, me. Maar echt gewoon. Oh. Wat is de bedoeling? En wat moet ik lik doen? Lik één van onze tenen. Maar echt een goede lik, hè? Lars zien dat het schoon. Nee. Ik ga echt. Ik mag ook uit, hè? Missen sport! 7. 6. 5. Een bak ijs vind ik erg, maar dit 3, gaan we iets. 2. En... Yeah! We hebben de eerste afvallen! Succes nog! Dankjewel! Ik ben ook blij dat hij in mijn voet niet ligt. Ik ben blij dat ja, gast, we staan hier al 3 dagen te springen! Nou,
dan ben ik heel blij. Nee, ik ga niet met jou mee, jouw ondergang in. Nee, ik ga niet met jou mee, jouw ondergang in. Nou goed, meerdere challenges gehaald, maar... Speknek, als je nou echt cool bent, pak je twee tegelijk. Bam, bam! Hey, deze hangt hier nog, joh. Wat is de eerste? Halve liter at. Halve liter at, oké. Okay. Hoofd in ijs. Nou, prima. Lekker lees. Zo. Hey, als je nou dat tegelijk doet, dan doe je zeg maar je hoofd erin, dan zuip je hem gelijk leeg. En mocht je deze video nou al leuk vinden, doe dan alsjeblieft een duimpje omhoog. En mocht je nog niet gedaan hebben, subscribe dan even, want ik wil dit jaar heel graag naar de 1 miljoen abonnees. 3, 2, 1, go. 5. Hij doet het wel easy. 6, 7, 12. 12? Nee, oké, okay. Nog 18 seconden over. Doet het pijn? Ja, het doet wel pijn. Waarom doet het pijn dan? Oh. 13, 14, 15, 22. Ja, dat doet echt pijn. Je kan denk ik beter doorzetten. Ja, ik denk gewoon een beetje seconden. Dat je nek gewoon in één keer helemaal nee, komt. Bijna flauw. Nog 8 seconden. Zo, maar als je vrouw valt erin, dan haal je het wel in één keer. 131, 132. Hey, meester mag al stoppen hoor. Ja, kom op. 7, 6. 1. Helemaal stoppen. Zo, deze was wel even heavy, hè? Maar hij is er nog wel in! En dat betekent dat we nog steeds met 4 man in het spel zijn. Oh, hij moet nog half atje doen. Oh. Een soort van double brain freeze. Eerst ja. Is hoofd erin. Oh, wat is leus? Dat is in mijn neus. Lekker man, bro. Oh. Heeft gedaan. Woo. Wat doet deze man? Hij wordt gek, hij wordt wild! We gaan eens toeren met de meeste doet. Hoofd en ijs, light work. Theedoek spank, kom maar door. Half paper. Deze heeft het gekild. Half paper. Ik had die allemaal gedaan, maar deze ga ik niet doen. Nou, hij heeft wel 3 voor ons weggehaald. Nou, ja, dankjewel. Ja, ga je eruit? Nou, nee, doei. Hij miste maatje. Wat gezellig met jou. Tof dat jij in godsamme weer weggaat. Ja, nou, doei. Hey, ja. 3 bakjes vla at in 30 seconden. Dat gaat hij niet doen. Nee, dat ga je echt niet doen. Bro, mijn water zit echt nog hier. Als je dat doet, dan vind ik echt heel dom. Wow, het idee gaat me echt al dat het zeg maar echt van hier naar hier gaat. Jij hebt heel erg aansteld. Ik heb gewoon kippenvel, kijk dit. Ik heb gewoon kippenvel. Je hebt een curry met slagroom gegeten, jij helpt om een danoontje. Ja, maar ik zit wel heel erg vol. Ik zit er gewoon vol, team, man. Bro, ik zit heel erg te twijfelen, want ik denk wel echt oprecht dat ik over mijn nek ga als ik dit ga doen. Jij mag 1 teststapje, even kijken hoe vies het is. We gaan het proberen. 3, 2 en... 10 seconden. Nee, bro, hang maar aan. Oké, stop maar. Yes, 5. Nee, 4, 3, 2, 1. Ik ben af. Goodbye, my lover. Ja, dat moet je niet uit doen. Weet je wat mooi is? Je hebt hem nu gehad voor saus ook. Je bent af. Ja. Dus je bent nu een uur misselijk voor niks. Halve liter. At. Oh, ik heb dus letterlijk al een heel flesje opgedronken. Salam, get out! Nou, wil je ook water halen dan? Ja. Halve liter at! Halve liter! Ja, de meeste gaat ervoor. Ja, maar dit is niet koud. Dit is misschien beter. Ze zijn allebei koud. Ze komen allebei de koelkast. Oh, het doet pijn gewoon in je buik. Ik ga wel bijna kotsen, ja. Hey, je zit vandaag wel aan je hoeveelheid water, denk ik. Lars is klaar. Bij mij gaat het niet meer om dat het kut is. Ik heb gewoon een hele volle maag. Hoi! Dit is gewoon water, hè? Plaspas! Hey. Hey, ik ben zo terug. Hij zet hem ook echt in. Blind 30 seconden tikkertje. Verliezer is af. Dit wordt de finale, jongen. Jullie moeten allebei geluid blijven maken. Elke 2 seconden moet je piep, poep, plap, bup, ja, iets doen. Zodat we weten waar het is. 30 seconden tijd. Gaat in 3, 2, 1. Oh. Ja, Lars is hem. Oh, oh. Hij maakt geen geluid. Oh. 5, 4, 3, 2. Nee, ik ben er. We moeten even de VAR terugkijken hoe ver die eruit was. Hij werd er volle bak eruit. En na de VAR is de winnaar... Lars Peterson! Buiten de kooi raakt hij helaas de grond, Mees. En dat betekent dat je af bent. En dat betekent dat Lars 100 euro wint, eeuwige fame en een miserige opdracht heeft gedaan, volgens mij. Dat denk ik wel. Ik heb de olifantjes gekust. Gefeliciteerd. Dus alleen maar een win-win.